de bewoners die bij hier wonen, het is hun huis, die komen hier eigenlijk voor een laatste stukje van hun leven. Nou, hoe belangrijk is het dan dat je hier een stukje kwaliteit van leven hebt? En eten en drinken is de verbindende factor, is waar ze naar uitkijken, is waar ze hun gezelligheid in vinden en waar ze echt nog van kunnen genieten. En toen kwamen we eigenlijk zo van, nou, dan moeten we het laten beleven. Toen zeiden we, oké, wij gaan de smaakcommissie doen. En de smaakcommissie is een bijeenkomst die we 4 keer per jaar doen, waar alle bewoners van Thebe, van onze 23 locaties, hier naartoe komen om het eten te beleven. We gaan eigenlijk mensen verrassen met een aantal themagerechten met een bijzondere tint eraan. Eigenlijk anders dan wat men normaal gesproken gewend is. Om mensen even te laten ervaren wat het is om eens een keer een gerecht anders geserveerd te krijgen met de bijbehorende bedoeling. We willen mensen graag invloed laten geven op de menus die men dagelijks krijgt op de locaties. Het is namelijk zo dat wij een menucyclus voorstellen, maar natuurlijk mensen hebben er invloed op en die hebben er ook een bepaalde keuze in. Sommige mensen zijn heel kritisch in die beoordelingen. Ze geven op de kaart aan welke gerechten ze prima vinden en niet. Ja, sommigen vullen dat niet in, maar roepen dat dan wel door de zaal van dit is niks of ik eet het niet op of dit is heel lekker en zet het erop. Ja. En sommige bewoners die hebben de aantekening gemaakt tijdens de sessie en gaan dan op de locatie ook echt aan tafel aan de medebewoners vertellen van nou, ik heb ervoor gezorgd dat dit op het menu komt. Ik vond het geweldig. Ik heb heel erg genoten. De sfeer is goed, de versierde tafels. Kijk eens naar dat prachtige bloemstukje. Het eten was lekker. En ook aangepast, hè? Of, net als die puree, die laagjes. Nou, de toekomst op eten en drinken is dat we heel graag door willen gaan met het uitdragen van de visie gastvrij aan tafel. Ja, het mooie is dat we alle vrijheid hebben binnen Thebe om dat te kunnen gaan doen. Dus er zit nog heel veel in de pen en we hebben nog heel veel zin om met een heel mooi team wat we hebben om dit samen te doen.